Hallo, ik ben Marie Bruinongs. Ik studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en voor mijn scriptie deed ik onderzoek naar de beleving van de cholera-epidemie in Antwerpen in 1865. Cholera is een infectieziekte van de dunne darm die wordt doorgegeven via besmetting. Al was dat in 1866 nog niet duidelijk. In België waren er in de 19e eeuw 6 cholera-golven. Die van 1866 was de voorlaatste en ook de dodelijkste. Zo stierf bijna 3% van de Antwerpenaren. Met mijn onderzoek wilde ik inzicht krijgen in de situatie in Antwerpen. Ik concentreerde mij op 3 zaken. Ten eerste op de opvattingen van de Antwerpenaren. Welke discussies werden er gevoerd over cholera? En wie had er iets te zeggen over de maatregelen tegen de ziekte? Ten tweede focuste ik op de emoties die gepaard gingen met de epidemie. En tot slot heb ik de dagelijkse praktijken die uit die gevoelens volgden onderzocht. Hoe reageerden mensen op de opgelegde maatregelen en wat deden ze om aan de ziekte te proberen ontsnappen? Mijn scriptie levert een bijdrage aan de geschiedenistak die onderzoek doet naar ziekte in het verleden. Sinds de coronapandemie is de interesse daarin enorm toegenomen. Wat mijn thesis een extra dimensie geeft, is de focus op alle groepen binnen de maatschappij. Zo heb ik geprobeerd om niet alleen de beleving van de hogere klassen te onderzoeken, maar ook die van de gewone man. In het Antwerpse Felixarchief raadpleegde ik brieven, rapporten en brochures die over cholera gingen. Ik heb ook andere bronnen gebruikt, zoals 19e eeuwse medische tijdschriften, kranten en boeken. De belangrijkste conclusie uit mijn onderzoek is dat de beleving van de epidemie heel divers was. Zo verschillen opvattingen over de ziekte. Wat leidde tot heel wat discussies over hoe ze moesten worden aangepakt. Terwijl sommigen erg bang waren en zich terugtrokken in hun huizen, vertoonden anderen weerstand tegen de maatregelen. Ook gevoelens zoals verdriet en schuld kwamen voor. Tussen de cholera-epidemie en de coronapandemie zit meer dan 1,5 eeuw. Maar toch vallen de parallellen tussen beide gebeurtenissen op. En hoewel geschiedenis zich nooit of volledig op dezelfde manier herhaalt, kan historisch onderzoek, zoals het mijne, inzichten bieden in hoe mensen omgaan met een crisis.